Yes, het is ons gelukt. We zijn eerste geworden in de provincie Gelderland van de Nederlandse horecaprijzen categorie cafetaria. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die op ons gestemd heeft, want zonder jullie was dit zeker niet gelukt. Voor ons is nu de taak om de vakjury te overtuigen waarom wij de nummer 1 zijn van Nederland. En dit wordt bekendgemaakt tijdens een awardshow op 20 januari 2020. Onze sterkste kracht is dat wij samenwerken met de aardappelboer uit het dorp, die speciaal voor ons de Agria tilt. Deze is perfect gemaakt voor het frietje. Iedere ochtend halen wij hier de aardappels, snijden wij de aardappels, bakken wij ze voor en bakken wij ze af voor onze gasten. April 2017 behaalden wij een 9 bij de landelijke AD Friettest. Dit heeft voor ons ook gezorgd dat er heel veel mensen uit de regio naar ons dorp toe kwamen om hier een frietje te komen eten. Naast onze ambachtelijke friet bieden we een ruim assortiment aan snacks met de nadruk op kroketten. Veel creativiteit en passie kunnen we kwijt bij het maken van onze burgers en andere huisgemaakte specials. Dit is de friterie Vuren. Natuurlijk doe ik het niet alleen. We hebben een fantastisch team dat iedere dag weer met een glimlach een heerlijke maaltijd en leuke sfeer verzorgt voor onze gasten. Vakjury, bedankt. We zien elkaar tijdens de awardshow.